We zijn kopend heet. Kwaad. Wij moeten, wij, op een of andere manier hebben, klinkt het heel erg alsof wij geen invloed meer hebben op de mensen die wij verantwoordelijk aanstellen. Ja, aanstellen om in het parlement te U heeft het nou net over die lage schooldaarbeid. Maar tot op heden, waar bijvoorbeeld in China, ja, in China waar de mensen zelf op die actie nou zegt, zelf voorzien. Ze werken allemaal rustig op een zaarbeidje enzovoort enzovoort. Ze zijn ook van arbeid. Ja, ze hadden het niet breder kunnen zeggen geweest, hadden wij natuurlijk in de jaren 40 daarvoor hadden wij het ook niet breder zo. Maar die was ongelukkig, hoor. He? Ze waren dus ja, ze waren zeker, nee, maar of we nu wel gelukkig zijn. Nee, maar goed, ik wil maar voordat het geïdealiseerd wordt. Nee, ik idealiseer het niet. Ik idealiseer het niet. Het is natuurlijk goed dat er een algemene welstand is, zeg maar, in de wereld. Dat mensen zich makkelijk en op een gezondere wijze kunnen bewegen. Maar het is natuurlijk een enorme overvloed, waar net je vooral dat ik ook bij school heb gemaakt. Give me some. Move your body like, pull your hands up, move your arms around. Yep, I know so. Round your head. This nigga got so. Yo. Ik heb een vraag. Ja, je bent net bij Occupy geweest, hier op het Mouwenveld. Ja. Wat is je eerste indruk? Hebben ze een punt of? Ja, wat ik heel mooi vind, is dat die mensen elkaar hier vinden. Ik zal het net tegen hem te vertellen, voor een betere wereld. Ja. En dat er dan iemand langskomt die blijkbaar een arts is, die een vlagje in zijn tas zet en denkt, arts, als hier wat gebeurt, dan kun je mij hebben. Ze hebben een prachtige manier van solidariteit. Ze is echt onder de indruk. Ja. Echt heel mooi. Oké, en denk je dat het gaat stand houden hier? Of, Het zou heel mooi zijn als het hele Malieveld vol staat, ja, straks, toch? Ja, heel grappig. Dat is samen met het zeer. Dat we echt solidair zijn met z'n allen. Ja. Dus dat zou ik fantastisch vinden. Oké, top. En ga je zelf ook nog een teentje opzetten? Of? Nee, maar dat komt omdat ik hier heel dichtbij woon. Oké, je teentje in je achtertuin. Ja, precies. Ja. Oké, fijne dag verder. Doei. Solidariteit. Onze strijd is de nationale solidariteit. Door het systeem te onder. Naar de Haarlem, krijg je goedkope t-shirts, maar er staat wel een made in Bangladesh. Ik wil dat niet, maar ik heb geen geld voor het anders. Ja. Maar dat is wat die mevrouw zei uit de zorg. In plaats dat ze u dat vele geld geven, nee, dan zit er iemand ergens op het kantoor als manager en die krijgt al het geld. Terwijl u doet het werk. Ja, die zit te verzinnen hoe de winst gemaakt kan worden, hoe er van de zorg een winstfabriek gemaakt kan worden. Ja, weg met de managers. Managers zijn we nodig, maar geen zakkenvullers. Nee, en het is ook meer de mensen die beslissingen nemen. Het zijn niet de mensen die meestal het werk uitvoeren. Of die hebben daar minder verbinding mee. Dat zie je ook vaak bij zo'n programma. Daar gaat de directie gaat dan de vloer op. En dat is dan voor het eerst in hun hele carrière. En dan snappen ze opeens dat er mensen ongelukkig zijn. Of gelukkig zijn. Of trots op hun werk. Dat is volgens mij ook een manier om. Het is heel optimistisch dat je denkt als ze één keer op een werkvloer staan, dat ze weten wat een werkvloer is. Ja, en dan beginnen ze. Ja, dan gaan ze nog harder werken om daar nooit meer te komen. En dan zegt iedereen: ach, het is toch een menselijk mens. Want hij kan ook huilen. Ja.
Maar dit is dus eigenlijk ons document waar we de verschillende stellingen op willen plaatsen. En dat gaan we zo meteen tussen de bomen hangen. Dus we nodigen graag mensen ook uit om hun stellingen dan op te schrijven. Maar ik wil er wel in opschrijven. Ja? Zijn. Mogen we allemaal corrigeren ook, toch? Ja, natuurlijk. Nee, wij. Ik. Want daar gaat het in eerste instantie over. Bereid. Om. In. Ons leven. Afstand te doen. Van dat. Wat we in al die jaren vergaard hebben. En waarvan ik nu denk dat ik ze al lang niet meer nodig heb. Die mevrouw wil, want die heeft ze niet. Ja, ik ook. Maar misschien kunnen we het met elkaar delen. Nee, maar we zijn hier allemaal heel divers, hè? Ik heb de financiële middelen niet. Nee, en mijn kinderen hadden een computer nodig om op school hun werkstukken te maken. Maar dat is een andere stelling. Dat is iets van uit een behoefte. Ik wil dingen kwijt. Zodat we in een totale samenleving met alles wat er is kunnen delen met elkaar. Zodat jij ook. Als je een computer over heeft, nou dan bij deze gelijk een deal. Nee, maar daar gaat het niet om. Wij staan ieder op een andere tree van die ladder. Ja, precies. Je weet helemaal niet waar ik sta. Nou, als u afstand in deze stelling wel. Met deze stelling wel. Ja, vind je dat? Ja, wel. Zal ik vertellen waar ik sta? Want ik durf in het overstaan te zeggen waar ik sta. Ik ben jarenlang inderdaad een succesvolle ondernemer geweest. Ik heb vanaf mijn 17e naar Mulo 4... een fantastische carrière kunnen opbouwen in gewoon het opbouwen van hoogconjunctuur, meewerken aan van alles en nog wat. Dat is mijn pad geweest. In 2008 ging voor mij ook alles down under, doordat ik een nieuw huis kocht en het vorige pand niet verkocht raakte, dat de bank bij mij gewoon heerlijk 2 dure hypotheken kwam brengen, want god, ze verdiende toch zo verschrikkelijk veel samen met haar partner. En vervolgens raakten wij gewoon alles kwijt en sta ik nu op 0 en ben ik bijstand. Ja. En dat ben ik dus niet eventjes, dat ben ik nu 2 jaar. En al mijn bezittingen, dus wat ik nu kan weggeven, en jij zei computer en ik kan daar heel geëmotioneerd van raken. Van de week heb ik een computer weggegeven, want ik had er inderdaad 3. En ik had ze zo staan en dacht ik, wat doe ik ermee? Ja. En daarom kan ik hier ook zo emotioneel zeggen, ik heb nog meer weg te geven. Ik kan, als jij het koud hebt, mijn sjaal weggeven. Oeh. Ben ik echt hoor. Ben ik heel emotioneel over. Want ik heb zoveel weg te geven. Hij was geen ander uw verhaal. Ik heb een eigen onderneming gehad. En daar waar u gestopt bent, ben ik gestart. Ik heb mijn ondernemingsplan geschreven in 2008. Ik heb mijn winkel geopend in oktober 2008. Dat was een maand nadat de DSB-bank omviel. En toen ik ging voor mijn krediet, voor mijn bedrijf, was de sky the limit. Maar toen de stroom aan de knikker kwam, dat was ook de sky the limit voor de bank. En die komen je halen en die sluiten je winkel en je zit aan de bedelstap. En daar zitten we nu en nog. En je bent ook gelijk later. Niks meer. Want ik hoef ook met mijn 59 niet meer om een baan te komen. Overal zeggen ze van, ajui, ik ben helemaal niets meer. Alles wat ik waard was en wat ik kon betekenen op een werkvloer. Niente, nada, niks. Ik ga zo doen, want dat is allemaal een situatie. Ik heb ook een eigen bedrijf gehad. Heb je het niet koud? Nee, ik heb het koud. Ik krijg het heel warm van deze. Het enige nadeel is dat ik mijn 7 kinderen meeslepte. Ja. Dat de spaarverzekeringen die ik voor mijn kinderen afgesloten had, afgekocht waren. Ja. Ik had helemaal niks meer. Ik ging van mijn ouderlijke woning naar een huurhuis en een achterhuis. Dat mijn kinderen geen vriendinnetjes en vriendjes mee naar huis durven te nemen. Helemaal niks. We zijn bezig met krabbelen. Ja. Mijn zoon zit nu op de universiteit, maar die kan zijn master niet halen omdat hij het zelf moet betalen. Hoe kan dit? Het gebeurt. En dat we vandaag bij elkaar zijn om het te veranderen. Ja. Want ik weet dus
dat we met allemaal zoals we hier staan met veel minder toe kunnen en toch gelukkig kunnen zijn. Want ik ben hier vandaag omdat ik een zoon heb die wel nog gewoon een betaalde baan heeft en ons samen als ouders hier naartoe kunnen rijden uit Oost-Groningen. Want ik kan de benzine zelf niet meer betalen. Maar ik ben hier wel. Ik word er emotioneel onder hoor. Maar dat is waarom jullie allemaal met een eigen reden hier zijn. De twee uitersten. We hebben 3,5 uur opgereden. We hebben... Ja, het is wel maar zo. Dat, als je heel goed kijkt, zeg ik dat er tussen alle mensen, zeker hier vandaag, heel veel over zijn. Nee. En het heel veel onvrede. Nee, we moeten het. En dat is ook logisch. Dat is ook de reden waarom we hier allemaal zijn. Ik wil schrijven, ik wil dit doen, is omdat mensen moeten met elkaar praten op een eerlijke manier. En ik denk dat er in de media wordt het veel tegen elkaar ingezet. Terwijl heel veel mensen hebben gewoon dezelfde issues. En, maar ik wil even een intermezzo. Meneer, u heeft een heel mooi bord over de liefde voor Mark Rutte. Nou, dat hebben we hier. Nee, dat is ook geregeld. Ja, een antwoord van Rutte Herren. Er is een nieuwe techniek, meerdere nieuwe technieken om heel goedkoop, cheap, clean energy te maken. Ja. En damit doen ze niets. Dat wordt doodgezwegen. Oké. En we zeggen, alsjeblieft, we willen een antwoord hebben. Waarom? Vanuit... Ja. Industrie, politiek. Olieindustrie onderdrukt alles. Uitvinders worden vermoord. Mm-hmm. Ja, dat is zo. Dat weten mensen niet. En man kan clean energy maken voor 1 cent per kilowattuur of minder. Olie kost 4 keer meer. Ja. En de 300 windmolens kosten 6 tot 8 keer meer. Wij hebben techniek ontwikkeld, windtechniek, voor 1 cent per kilowattuur. Attentie, er is belangrijk nieuws binnengekomen. Spits je oren. Heeft u een kaart? De politie heeft besloten om gewoon bij blijk te houden. Mensen die daarheen willen mogen erheen. Ja. Ze worden niet weggehouden. Dus als je besluit erheen te gaan, je bent daar welkom met z'n allen. Om daar je stem te laten horen. Plein. Ja. Oké. Dank u wel. Daar gaan we. Dan gaan we naar het plein. Ja. Ik vond dit al heel erg. Wel heel fijn. Wat ik er tegen het plein heb, is dat het te confronterend is. Je bent zo. Je zoekt een soort. Terwijl dat is denk ik juist wat ze willen. Ik weet het niet. Ja, hier zijn we goed in gesprek met elkaar. Dit is zeg maar wij tegen hun en dit is wij. Ja, dit is sowieso wel. We moeten respect organiseren. Precies. En formeren. Dat is waar we hier voor zijn. Wie is JDTV? Die kant op. JDTV, dat is Joris Demmink TV. Joris Demmink is de secretaris-generaal van Justitie, de huidige. En die meneer wordt al 16 jaar verdacht van mensenhandel en kindermisbruik. En dat is een echt heel schokkend verhaal. Als u op Joris Demmink googelt, er is een gratis boek uitgekomen. Ja, is het een soort klokkenluider? Het is een klokkenluider actie inderdaad. Het kan natuurlijk niet dat de secretaris-generaal van Justitie van dat soort misdaden wordt verdacht. En ja, hij zit gewoon op zijn post. Ook nog. Ja, dan krijgen we ook een voorzitter van de Raad van State die nu wetten maakt. Ja, meneer Donner, staat alles over in het boek over die meneer. Ja, waar kunnen we dit komt op YouTube te staan.